Met voorouderheesten spreek ik af. Om in de nacht voor de vrijheid, als witte mensen nog slapen, ons rouwkleed voorgoed af te leggen. Duizenden voorouders zullen komen. Geen angst, ze dragen geen geweren. Hun ogen zijn gelijk grote kogels. Hun woord is als een donderslag. Sokop zal men weer klinken. We drinken met z'n allen makor en likeur. Eten kokos, zoet gestoofd en mais geroosterd. Wie voor zwart voelt, mag aanschuiven. Vele duizenden zullen komen. Wij gaan alle pronken met zwart. Dit is een gedicht uit Ma'awai van Celestine Ralte. En dan zal ik het in het Surinaams voorlezen. Eén juli. Mikot mo van een Aladdin provin. En niet die, die voor ons passie. Te wits van Sribete. O poeren lauw voor Aladdin. Dusum, dusum, provin okom. No Frederik, de nee Charlie gom. De ai ton bigi kuguru. De woordu jersey dondrobari. Sok op Salambo singi. O drie makor en onjan stof kronto nanga asogri. Ibriwan, de vier die blaka, kan konvaka na bakong. Dusun dusun smasakong. Wie ala ego prodo nanga blaka. Een voordracht van Ringold van West. Ringold heeft een interesse voor literatuur voor Surinaamse en Afrikaanse poëzie. En dat is niet heel toevallig, want Ringold was leraar Nederlands. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het komen, ondanks het weer. En dat we er toch een mooie gedenking van gaan maken. Helaas kan Sons of Freedom niet doorgaan. Maar toch deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus ik wil Jacinta Groen uitnodigen als voorzitter van Songs of Freedom. En het is opgericht om aandacht te vragen voor het slavernijverleden. Maar ook voor andere vormen van onderdrukking en vrijheidsberoving. Want dat is helaas nog steeds van alle dag. En daarnaast moeten wij niet vergeten om de vrijheid te vieren. Dus daarom wil ik het woord aan Jacinta Groen geven. Dankjewel, Ciara. Ciara Stewart, of van den Ham Stewart. Ciara is vandaag onze presentatrice. Ook van mijn kant hartelijk welkom, alle aanwezigen. We hebben al jaren uitgekeken naar dit moment. We zijn echt heel blij dat jullie erbij zijn. En met we bedoel ik de organisatie Songs of Freedom en Avro Leiden. Morgen is het 1 juli. Dan vieren we Kitty Kotti. De ketenen zijn gebroken. Kitty Kotti wordt al heel lang gevierd in Suriname en sinds een aantal jaar ook in Nederland. Hopelijk groeit het uit tot een nationale feestdag. Kitty Kotti, 1863 of 1873. Ik denk dat de mensen die de geschiedenis kennen, die weten waar ik op doe. Kitty Kotti was een bevrijding voor de tot slaaf gemaakte, maar ook een morele bevrijding voor iedereen. Want slavernij paste niet meer in een samenleving waar we uitgaan van gelijkwaardigheid van mensen. Maar bij viering hoort ook een moment van herdenking. Van rouw om onze voorouders, van bezinning en besef dat zoiets niet meer mag terugkeren. Daarom zijn we hier. Die bezinning is actueel. Want de gelijkwaardigheid die ik net noemde, die is niet vanzelfsprekend. Veel mensen die tot de minderheid behoren, vanwege hun uiterlijk,
seksualiteit en verstandelijke of fysieke beperkingen, die moeten hun gelijkwaardigheid helaas nog steeds bevechten. In andere landen is slavernij zelf nog aan de orde van de dag. We zijn heel blij dat we deze herdenking hier kunnen houden en zijn het Museum Volkenkunde daarvoor erkentelijk. We hopen dat deze plechtigheid een aanleiding vormt voor het realiseren van een monument in Leiden ter nagedachtenis van de slavernij en allen die hebben geleden in de voormalige koloniën. Wat betreft Leiden zouden we graag een vervolg zien op het onderzoek van de Universiteit Leiden naar het verleden van onze stad, de bijdrage van Leiden aan de slavernij. Andere steden in Nederland deden dat ook en overwegen nu excuses aan te bieden. Het zou mooi zijn als Leiden zich daarbij aansluit. Verbeter Nederland, begin bij Leiden. Dat zijn mooie woorden. De volgende spreekster is Anne-Marie van Woerlee en zij is hoofdtentoonstelling van Nationaal Museum van Wereldculturen. Dit is een fusie sinds 2014 van het Museum Volkenkunde Leiden met het Tropenmuseum in Amsterdam en het Afrika Museum in Bergendaal. En daarna zijn ze in samenwerking aangegaan met het Wereldmuseum in Rotterdam. De vier musea delen een gemeenschappelijke missie. Ze inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. Een open blik stelt ons in staat om kritisch naar het verleden te kijken en ook naar andere gedachten over te vormen. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Net zoals Jacinta ben ik ook heel blij om jullie hier te mogen verwelkomen namens de directie en de medewerkers van het Nationaal Museum van Wereldculturen. En een van die locaties, jij zei het net al, is Museum Volkenkunde. Ik ben verheugd dat we ook op deze plek staan in Leiden. Want een herdenking van het slavernijverleden, dat past gewoon heel goed ook bij onze missie. Dit onderwerp vinden jullie binnen de muren hier van Museum Volkenkunde, maar ook op de andere locaties. Vorige week toevallig hebben wij, of niet helemaal toevallig, we wilden voor 1 juli die presentatie klaar hebben, hebben we een tentoonstelling Heden van het slavernijverleden geopend in het Afrika Museum. En die tentoonstelling die had al een aantal jaren daarvoor in het Tropenmuseum gestaan. Dus misschien heeft u hem gezien. Maar als u nog naar het Afrika Museum gaat deze zomer, daar is hij ook heel erg mooi, indringend en heel informatief. En in het Tropenmuseum zijn we nu bezig met een hele grote, langlopende tentoonstelling. Die heet Onze koloniale erfenis. En die gaat volgend jaar open. En ik ben eigenlijk ook wel extra verheugd om op deze plek te staan. Omdat Jacinta en ik elkaar een paar jaar geleden hebben ontmoet. We spraken over Kittikoti, de Kittikoti herdenking. En we dachten, dat hoort toch zo bij Museum Volkenkunde. Waarom kan dat nou niet hier in de tuin? Liefst met een zonnetje natuurlijk. Helaas, dat wilde niet. En volgens mij in 2019 stonden we samen ook in de Hooglandse Kerk. Ontmoetten we elkaar weer. En toen dacht ik weer, het moet gewoon hier in Volkenkunde. Dus nou ja, namens ons allen ook hier medewerkers, we hebben ons daarvoor ingezet en nu zijn we dan hier. De zon gaat vast zo wel schijnen. Dus Jacinta, ik wil jou ook heel erg bedanken dat ik ook even hier mocht staan en een paar woorden mag spreken. En dan wil ik ook een paar persoonlijke ervaringen met jullie delen. Mijn eerste aanraking met Kittikoti was in Suriname op 1 juli 1975, pas later. Bedacht ik ook, jeetje, toen was Suriname nog niet eens onafhankelijk. Wat een rare tijd, eigenlijk heel koloniaal. En dat raakte me toen ook best wel een beetje, maar niet zozeer als later. En we stonden daar op het terrein van de EBGS, van de Evangelische Broedergemeenschap. En ik stond tussen allemaal kotemissies in, een enorme zee van kleur. En ook wel van een soort vreugde eigenlijk, een blijdschap. Er was muziek en er was kleur en er waren lachende gezichten. In 1980 kwam ik toen in Suriname wonen ook. En toen kreeg de herdenking van Kittikoti een hele andere lading weer voor mij. Want op een klein pleintje in het centrum, en velen van jullie zullen dat wel weten, stond Kwaku.
En Kwaku, daar rij je gewoon elke dag langs. En elke keer werd je weer herinnerd aan die gebroken ketenen, Kittikotti. En op 1 juli, elk jaar rond 1 juli, dan zag ik dat Kwaku een nieuwe panje aan had, een nieuwe omslagdoek. En hij was met witte klei ingesmeerd. En dat had een enorme lading. Toen dacht ik, nee, het is niet alleen maar een feestje of zo. Er zit een enorme geschiedenis achter. En er lagen ook elk jaar bloemen natuurlijk bij het beeld van Kwaku. En door Kwaku, vaak als je daar langskwam, dan moest je ook denken aan al de slaafgemaakten die zoveel jaren lang op die plantages in Suriname hebben gewerkt. En ook de gevolgen eigenlijk van het hele slavernijverleden voor vandaag de dag. En dat stond bijna weer haaks op de feestvreugde die dan op het onafhankelijkheidsplein bijvoorbeeld weer plaatsvond. En later ook toen ik tochten langs de plantages maakte, dan voel je dat verleden ook daar. Vooral bij de sluizen, maar ook op wat er nu nog van plantages te zien is. En dat verleden moeten we eigenlijk blijven herdenken. Daar moeten we aandacht aan blijven, voor blijven vragen. En ik ben blij dat door het werk in dit museum dat ik mag doen, dat ik daar ook een heel klein beetje aan kan bijdragen. Dus ik wil me graag aansluiten bij Jacinta van we moeten en bij jullie alles dit blijven herdenken. Dank u wel. Bedankt Annemarie van Woele voor de mooie woorden en ook de persoonlijke herinnering die daarin is gedeeld. De volgende spreker is Gert Oost-Indie. Gert is een historicus gespecialiseerd in Nederlandse koloniale en Caribische geschiedenis. Hij is auteur van diverse boeken en daarnaast heeft hij vele interviews gegeven, zoals ik op internet kon vinden. En daarin illustreert hij, vind ik ook mooi, dat iets geoorloofd is zolang de tijdsgeest het toelaat. Zo vonden de generaties voor hem de Gouden Koets iets heel fantastisch, maar de tijdsgeest van nu laat het eigenlijk niet toe iets meer dan een museumstuk te zijn. Dus ik wil met deze woorden de microfoon overdragen. Dank je. Vier minuten, dat is erg weinig om iets te zeggen over een geschiedenis die ruim 2,5 eeuw duurde en nog steeds resoneert. U kent die geschiedenis. Het is niet alleen een Afrikaanse of een Caribische geschiedenis, maar evengoed een Nederlandse geschiedenis. Het is een gedeelde geschiedenis. Ik heb het mijn studenten en vele andere publieken al vele tientallen keren verteld, maar ook voor mij blijft het onvoorstelbaar. De kille cijfers. Zo'n 600.000 Afrikanen tot slaaf gemaakt, over de Atlantische Oceaan vervoerd op Nederlandse schepen om dwangarbeid te verrichten in de Amerika's. Brazilië, Suriname, de andere Guyana's, de Caribische eilanden, Manhattan. En dat is nog niet eens het hele verhaal. De lang vergeten slaafhandel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die was waarschijnlijk in dezelfde orde van grootte. Tot slaafgemaakte mensen uit verschillende delen van Afrika en Azië werden verhandeld en te werk gesteld in Nederlandse koloniën en handelsposten van de Indische, Indonesische archipel via Sri Lanka en India tot Zuid-Afrika. En opnieuw generaties lang. Je kunt het nog zo vaak vertellen of lezen of horen, het blijft moeilijk voorstelbaar. De bewuste ontmenselijking van Afrikanen en Aziaten. Niet van Europeanen, die waren wit en christelijk, dus die kon je niet tot slaaf maken. De cynische rechtvaardigingen, bol van racisme. Het opportunistische gebruik van de christelijke Bijbel. Later ook de pseudo-wetenschappelijke rechtvaardigingen. Het willekeurige gebruik van geweld, exemplarisch toegepast om alle verzet in de kiem te smoren. De vanzelfsprekendheid waarmee Europeanen zich het recht toekenden om te koloniseren. Anderen te onderwerpen en tot slaaf te maken, met alle geweld en racisme die daarbij hoorden. Ook de Nederlanders. Dat zet haaks
op een alteroskleurig zelfbeeld, waarin wij door de eeuwen heen een progressief toonbeeld waren van tolerantie, van inclusief burgerschap, een verdediger van mensenrechten toen die nog niet eens zo heette. 4 minuten is te weinig tijd om die geschiedenis recht te doen. Ik vat het maar samen. Ook het Nederlands kolonialisme werd gedreven door plat eigenbelang, afgedwongen met geweld en gerechtvaardigd met racistische argumenten. Slavenhandel en slavernij behoren tot de meest extreme elementen in die geschiedenis. Geen geschiedenis om trots op te zijn. Ook niet op de late en schrale afschaffing. Nu zo'n 160 of, naarmate je hoe je ook maar telt, 150 jaar geleden. Vandaar de herhaalde en steeds succesvoller oproep om dit verleden te erkennen. Vooral door de pressie van nazaten die zich in Nederland vestigden en daarmee die geschiedenis letterlijk thuis brachten. Mijn schoonvader is overigens één van hen. Vandaar ook de steeds krachtige roep om excuses aan te bieden. Als wetenschapper zeg ik, het is primair aan de politiek om zulke gebaren te maken. Dat ligt daar. Maar waarachtig, argumenten genoeg. Dames en heren, 4 minuten is weinig tijd en ik besluit. Het is goed dat we herdenken. Het is ook goed dat de wetenschap kennis en argumenten aandraagt. Maar het is ook belangrijk dat wij als wetenschappers nadenken over hoe onze voorgangers aan universiteiten met hun werk een rol speelden in die geschiedenis. En hoe ook een universiteit als die van Leiden, die zich zo graag bolwerk van vrijheid noemt, zo lang stilbleef als het ging om slavernij. We herdenken dus eigenlijk ook het falen van onze instituties. Onze universiteiten, onze kerken, onze bestuurders. Maar juist vandaag herdenken wij natuurlijk in de eerste plaats de directe slachtoffers van slavenhandel en slavernij. En dus ook littekens die nog niet zijn geheeld en die ook niet kunnen helen als ze niet worden gedeeld en gerespecteerd. En dat vergt veel van ons allen. Voor sommigen, misschien voor mij ook, een zekere gêne die je moet overwinnen. Het vergt ook een zekere moed misschien. En misschien inspireert het daarbij te bedenken met hoeveel moed in de tijd tot slaafgemaakte mensen en hun nazaten alles deden om hun menselijkheid te bewaren. Of dat nu was in verzet tegen de slavernij, of door in de meest onteerde omstandigheden toch hun levens zoveel mogelijk zelf vorm te geven, ondanks de bruutheid van die slavernij. Door wel het mens te willen zijn, geen slaaf. Dank u wel. Dank u wel, Gert. Wederom hele mooie woorden over dat de tot slaaf gemaakte nog altijd hun menselijkheid wilden bewaren. Nu zal Ringold van West nog een gedicht aan u voordragen. Ik denk dat het heel mooi aansluit, het gedicht, dat het heel mooi aansluit op de tekst wat net besproken is van allebei de voorgangers. Ik heb het een klein beetje aangepast wat de aantal jaren betreft, maar u merkt het vanzelf. Onverwerkte slavernijtrauma. 158 jaar geleden is slavernij in Suriname afgeschaft. En op 1 juli, elk jaar, mogen wij dat feit herdenken. Maar geen enkel traumateam kwam er toen aan te pas om de slaven hun leed te laten verwerken. En zelf, op die ene dag per jaar, werden hun treuren steeds verweten. Maar na 158 keer is het slechts 5 maanden bij elkaar. En wie kan in zo'n korte tijd zijn leed vergeten? Generatie op generatie is er zoveel ellende weggestopt door de ontkenning van wat er eeuwenlang is gebeurd.
waardoor zwarte mensen al hun leed hebben opgekropt. Waarvan de pijn zelf bij de nakomelingen nog wordt bespeurd. Wij moeten dus wel in het verleden graven om de slavernijtrauma samen te verwerken, zodat de band tussen nazaten van onderdrukkers en slaven in de toekomst enorm zal versterken. Dit gedicht komt uit Nota Pison, Stap uit mijn zon, van Margot Morrison. De volgende spreekster is Yvonne van Delft. Zij is wethouder werk, inkomen, economie en cultuur van gemeente Leiden. Yvonne geeft aan op de website, heb ik dat teruggevonden, dat cultuur ontspant, inspireert en verbindt. Geschiedenis en erfgoed koesteren wij. Historische objecten, gebouwen en plekken maken het verleden tastbaar en maken het ook mogelijk het verhaal over het verleden te voelen en te ervaren. Het slavernijverleden heeft de relatie tussen onroerend erfgoed en de herinneringscultuur en waarden ter discussie gesteld. Maar wellicht hebben wij er iets belangrijkers voor teruggekregen, namelijk het vermogen tot zelfreflectie. Ik wil het woord aan Yvonne geven. Zo kan ik iedereen zien. Ja, dank jullie wel dat ik hier mag staan en hier mag zijn. 1 juli, de afschaffing van de slavernij in Suriname in de Nederlandse Antillen. En ik moet zeggen dat Jacinta Groen er alles aan doet om dit levend te houden. Om dit hier in Leiden ook levend te houden. 2 jaar geleden mocht ik bij Songs of Freedom erbij zijn en heb ik symbolisch met jou de ketens verbroken. En ik zou het heel mooi vinden als dat natuurlijk weer terugkomt, hè, met alle muziek en alle emotie die daar ook bij komt kijken. Want dat is echt prachtig. Dus ik weet wat Jacinta doet, ook een hele lange adem vraagt. Maar we staan hier nu met z'n allen en ik weet zeker dat in de komende jaren er steeds meer mensen zijn die dit zullen herkennen als een moment waarop er ook erkenning is. Waarop je ook terugkijkt op datgene wat er gebeurd is, datgene waar niemand trots op kan zijn. Wat natuurlijk een stukje afschuwelijke geschiedenis is. Wat we zeker niet weg moeten stoppen. Maar wat je ook gewoon mag laten zien en erkennen daarin. Dit is een herdenking aan de ene kant. Het is natuurlijk ook een stuk bewustwording met elkaar. Van waar heb je het over? En daarom zijn de tentoonstellingen waar net al over gesproken werd natuurlijk ook heel belangrijk om dat ook te laten zien. Ook aan onze jongere generatie. En zelfs jullie zijn er hier nu vandaag. Dus dat is super om te zien. We herdenken, maar we vieren ook. En die twee gaan ook hand in hand. Want je moet natuurlijk stilstaan bij het leed. Maar als je alleen herdenkt zonder te vieren, dan doe je ook eigenlijk de geschiedenis, maar ook de toekomst tekort. En vieren, als je iets viert, betekent ook dat er vertrouwen is dat het ook uiteindelijk wel weer goed komt. En dat zie je hier ook. Alhoewel we natuurlijk moeten kunnen zeggen dat vrij zijn nog lang niet voor iedereen zover is. We kunnen legio voorbeelden noemen. En ik heb laatst het voorbeeld genoemd van alle werknemers die voor de WK in Qatar daar nu bezig zijn om stadions te bouwen. Nou, dat is gewoon slavernij. Dus het bestaat ook nu nog steeds. Maar we beginnen hier. En ook als Leiden zijn we druk bezig met een programma Leiden Inclusief. Omdat we daar willen laten zien dat iedereen erbij hoort. Dat iedereen meetelt. Wat voor kleur je ook hebt, waar je vandaan komt. Ook een deel of je nou papieren hebt of niet. Waar het wat mij betreft van wie je houdt. Het maakt niet uit. Je bent dus allemaal gewoon mensen. Iedereen telt mee en iedereen doet er toe. En daar proberen we in Leiden ook echt vorm aan te geven. En we zijn er nog lang niet. Maar die stapjes maken en met elkaar willen en erkennen dat dat belangrijk is. Dat is ook onder andere waar ik de politiek voor in ben gegaan. En ik vind het heel mooi dat we hier met elkaar staan en daar ook even stil bij mogen staan. En met elke herdenking zijn we een stap dichterbij die wereld waar we allemaal in willen leven. Dank jullie wel.
Dankjewel, Yvonne. Zoals ze zeggen, great things take time. Hè, zal ook dit tijd kosten om het algemeen goed te maken. De volgende spreker is Ruud Meester. En hij is voorzitter van de Raad van Kerken. Hij zal dan ook in die hoedanigheid spreken. Maar wat ik ook over hem vond, is dat hij muziekleraar is of niet? Oh, nou. Nou, daar gaat mijn bruggetje, maar ik ga hem toch noemen. want het is niet onbekend dat zelfs op de plantages muziek voor verlichting zorgde om de dagen door te komen. De tot slaafgemaakten maakten vaak liederen over hun leven op de plantages en soms werkten ze ook op de deun van de muziek. Maar met deze woorden ik toch het woord aan jou geven. Hij doet het. Een goedemiddag. Ik heb goed geluisterd naar de vorige sprekers. En ik wou eigenlijk beginnen daar een streep onder te zetten. Want dat is waar het om gaat. Als je de Raad van Kerken vertegenwoordigt en je luistert naar de vorige sprekers, dan moet je toch de vraag stellen, mag ik hier wel gaan staan? En dat doe ik met overtuiging. Vandaag herdenken wij de opheffing van de slavernij. Dat gebeurt op deze dagen wel meer plaats in ons land. En we zien dat de oproep om te herdenken in de maatschappij steeds sterker wordt. Dat geeft wel een gevoel van verbondenheid. Maar het is nu 2021, het is 158 jaar. We hebben geen haast gemaakt. Herdenken, dat is het onder ogen zien van het leed wat is aangericht. Misschien een poging om je dat voor te stellen. Misschien wel in te leven in het leed wat mensen elkaar hebben aangedaan. Wij delen de geschiedenis, maar de nabestaanden van de slavenhouders en de nabestaanden van de slaafgemaakten, die achtergrond die is nogal verschillend van elkaar. Zien wij elkaar nog aan? Hebben wij nog de mogelijkheid elkaar te treffen? We moeten erkennen dat de gevolgen van de slavernij in de samenleving nog steeds zichtbaar zijn. De wonden zijn niet geheeld. En nog steeds leven tijdgenoten in omstandigheden van uitbuiting, corruptie en mateloze hebzucht. En de wereld is uit balans. En dat geeft een gevoel van onvermogen. Kan ik er wat aan doen? Er is een boodschap van liefde en van compassie. Bijna 2000 jaar is deze herdenking een hoopvolle ontwikkeling om deze boodschap in de samenleving meer kracht te geven. En wij met meer compassie werken aan een menswaardige wereld. We herdenken. Maar doet dat ertoe als we onze naasten niet respecteren en hun rechtmatige plaats in de samenleving onthouden? Mijn antwoord is ja. Wij kunnen er wat aan doen. In elk geval op onze eigen plaats. En naar vermogen. Ik heb hier een heel kort verhaal voor. Een zeer kort verhaal. Wachtend op het licht van de nieuwe dag, waar zo naar wordt verlangd, wordt de vraag aan de rabbi gesteld: wanneer begint die dag? En zijn antwoord luidt: als je in het licht van de morgen, in de ander, het gezicht van je broeder herkent, dan begint de dag. En wie hier zou dat niet kunnen? Dank u wel, Ruud. De volgende spreekster is Christina Mugliono van Stichting Calsaris. Wat zij op de website aangeeft is dat Nederland rijk is aan culturen. Dat bewustwording van elkaars culturele achtergrond onmisbaar is
om als één multiculturele samenleving verder te groeien. En Stichting Causaris gelooft in een maatschappij waarin mensen openstaan voor elkaars verhaal. Dus we gaan nu naar het verhaal van Christina luisteren. Mijn naam is Christina Mogliono en vandaag leg ik namens Stichting Cassoares een bloemstuk neer ter nagedachtenis aan Kitty Kotti. Toen Jacinta mij vroeg of ik een bijdrage wilde leveren aan deze ceremonie, wil ik daar goed bij stilstaan. Want wat betekent Kitty Kotti voor mij en voor mij en mijn collega's? Kitty Kotti is een Surinaamse nationale feestdag. Mijn collega's en ik hebben Molukse en Indonesische roots. En daarnaast heb ik zelf Nederlandse bloedlijnen. Mijn gemixte roots stammen af uit de Nederlandse VOC-tijd. Een tijd waarin mijn voorouders in onderdrukking hebben moeten leven. Een tijd van slaafgemaakten. Slaafgemaakten die ervoor zorgden dat Nederland verzekerd was van hun monopolie op de specerijen op de Molukken. Voornamelijk op de Banda-eilanden is het er zeer extreem aan toegegaan. Wat betekent dit kort stukje geschiedenis voor mijn eigen identiteit? En hoe kan ik dit in de huidige tijd plaatsen? Deze koloniale geschiedenis, die veel levens heeft gekost, heeft ertoe geleid dat mijn collega's en ik vandaag een bestaan in Nederland hebben. Net zoals vele Nederlanders wiens voorouders te maken hebben gehad met een koloniale tijd. Kitty Kotti, gebroken ketenen. Als je geketend bent, wordt jouw menselijke waarde door een ander bepaald. Hoe zou dat anno nu voelen? Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als uw waarde, uw toekomst bepaald zou worden door iemand die u niet kent. De letterlijke ketenen zijn op 1 juli 1863 gebroken. Laten we blijvend de aandacht geven aan en oog hebben voor figuurlijke ketenen. Door de menselijke waarde van een ander niet vast te zetten. Door gevangen te zijn van vastgeroeste taal, begrensde context en de eigen bubbel. En vooral door te leren van onze gedeelde geschiedenis. Niet alleen van de mooie, maar ook de minder mooie en zelfs de lelijke dingen. En daar moeten nog de nodige stappen in worden gezet. Momentje hoor. Want slavernij krijgt moeizaam een plek in de schoolboeken. Het krijgt moeizaam een plek in onze Nederlandse geschiedenis en ons collectief geheugen. Vandaag krijgt het door Jacinta's inspanning hier in Leiden wel een plek. En daar ben ik als Leidenaar heel erg trots op. Tot slot het antwoord op de vraag, wat betekent Kitty Kotti voor ons? Voor ons betekent het samen dragen. We hebben een gedeeld verleden met elkaar. Laten we dit dus samen dragen. Want het gedeelde verleden en gezamenlijke pijn verbindt het heden. Het betekent vieren van vrijheid. En het is een reminder. Een reminder om nooit afbreuk te doen aan iemands eigen waarde. Want iedereen wil ervaren dat hij ertoe doet in het grotere geheel dat samenleving heet. Dankjewel Christina namens Cassoares. En nu zou ik Ciara willen aankondigen. Ciara heeft ook een verhaaltje voorbereid. Ik was gevraagd door Jacinta om ook iets voor te dragen. Ik heb een hele andere medische achtergrond, maar ik heb een persoonlijk verhaal van gemaakt. Ik heb namelijk de gewoonte om een fotoalbums te maken. En dat is leuk om terug te kijken, want als het op je laptop staat, kijk je er eigenlijk niet meer goed naar terug en het verhaal staat er niet bij. Bij de geboorte van mijn tweede dochter heb ik een klein gedichtje op de voorkant geschreven. Dat is Zoe, daar zijn naast Maya. En op het gedichtje heet, dit is jouw afkomst. Alle zekerheden, onzekerheden, toevalligheden en liefde hebben tot jou geleid. Op de foto staat er een achtergrond van ongeveer 15 mensen met onze overgrootvader en familieleden. Van velen weten wij de naam niet, de leeftijd niet, hun achtergrond niet, maar ook hun toekomst niet. Toch kon ik het niet loslaten dat die foto, die ja, ergens 1900 nog wat of 1800 nog wat gemaakt was, uiteindelijk tot de geboorte van mijn dochter zou leiden. Want hoe bijzonder is het dat jij er bent.
Via Google kwam ik op een website van iemand die geprobeerd heeft om het uit te rekenen. En dat was dan 1 op de 10 tot de macht 2408. En denk, nou, dat is de kans dat jij er bent. Heel bijzonder, toch? Nou, je voelt je daar inderdaad heel bijzonder. En hij zei, reken je maar niet tot het 8e wereldwonder, want de kans dat je overvullende buurman erin is net zo groot. En het is ook waarschijnlijker dat je de lotto wint. Dus als je dan terugdenkt aan de ouders en grootouders van onze overgrootvader op die foto, die slaven zijn geweest en de nodige beproevingen hebben doorstaan, kan het niet anders dan dat je als afstammeling daarvan toch nog je een beetje bijzonderder voelt. Hoe zeker was het dat je destijds de overtocht had overleefd, dat je het werk op de plantage kon dragen, dat je de martelingen kon doorstaan? Hoe onzeker was het om ziektes te overleven? Hoe onzeker was het dat jij ooit vrij zou zijn? En hoe toevallig was het om in gevangenschap liefde te vinden? Of om je nageslacht in gevangenschap op te laten groeien? Hoe zeker zou het zijn dat 150 jaar later je nageslacht niet alleen in vrijheid zou leven, maar ook een academische opleiding zou hebben afgerond en nog wel in het land van jouw voormalig slavenmeesters? Of dat zij wettige kinderen zouden krijgen met een blanke? Dat wat wij ooit normaal en geaccepteerd was, dat nu ter discussie zou staan. Dat de gouden eeuwen toch nog een zwart randje zouden krijgen. Ik heb er geen antwoord op, maar ik weet wel dat wij te bijzonder zijn om niet kritisch te zijn naar het verleden en niet ontvankelijk naar de toekomst. Nou, dat waren mooie woorden. Dankjewel, Sierra. Ik zou Nancy Zeefuik willen aankondigen, maar Sierra, jij hebt de gegevens van Nancy gegoogeld, dus dan mag jij even de microfoon weer overnemen. Ja, wat ik van Nancy kon vinden is dat ze heel veel zingt. En dat ze ook met Ronald Snijders in een ander, ook met Songs of Freedom heeft gedaan. Je was als het ware een soort rode draad destijds door Songs of Freedom. En ik ben ook heel verheugd dat je ons nu weer een lied ten gehore zal brengen. Oh, 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 freedom. Oh, oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more weeping, no. Over me.
grave and go home to my Lord and be free. Nu zal Jacinta het plengoffer brengen. Even mijn schoenen uitdoen. Mina Jacinta, Uma Pikin Fugisla. Ik ben Jacinta, dochter van Gisla, dochter van Josephine, dochter van Maria Magdalena, dochter van Elisabeth, dochter van Wilhelmina, dochter van L'Esperance, dochter van Constantia. Constantia kwam uit Afrika, tot slaaf gemaakt vanuit Elmina. Vanuit Elmina in Ghana, verscheept naar Suriname, verkocht aan plantage de Guineese vriendschap, Corbuyansi genoemd in de volksmond. Vele stierven tijdens de overtocht op de plantages zonder nageslacht. Maar Constantia, zij was sterk. Zij en al onze voorouders, onze Bigisma's. Wij danken hen voor het leven en zeggen hen, het gaat ons goed. Ter ere van onze voorouders en allen die hebben geleden onder het juk van de slavernij, breng ik dit plengoffer. We gaan nu over tot de kranslegging. De eerste krans wordt gelegd door Sons of Freedom en Afro Leiden. De tweede krans wordt gelegd door gemeente Leiden. De derde krans wordt gelegd door Stichting Casuaris. Thank you.
De vierde krans wordt gelegd door Vrouwennetwerk. En ze legt ook een krans namens Amnesty. Vervolgens wil ik iedereen die een bloemetje of krans neer wil leggen de gelegenheid geven om dat te doen. We zijn aan het einde gekomen van de herdenking van het slavernijverleden. Ik vond het een hele mooie bijdrage. Alles was echt, hadden we niet moeten missen. Ik wil het allerlaatste woord nog even aan Jacinta Groen geven. Maar hartelijk dank voor jullie komst en bijdrage. Ik ben heel blij dat jullie allemaal de moeite gedaan hebben genomen hebben om hier te zijn en dit samen te doen. Het is, wat er al gezegd is, het is niet mijn geschiedenis alleen. Het is niet haar geschiedenis alleen. Het is niet van Casuaris alleen. Maar het is onze Nederlandse geschiedenis. Abdel, het is niet de Marokkaanse geschiedenis alleen. Het is geschiedenis van ons, hier in Nederland. Hoe je er ook uitziet, we zijn Nederlanders. Dus wij delen samen deze geschiedenis. En wij willen vooruitkijken naar een gezamenlijke en mooie toekomst. Ik wil jullie allemaal stuk voor stuk bedanken. Ik kan niet namen noemen. Alle aanwezigen, alle sprekers, iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage geleverd heeft. Super bedankt. En wij gaan op naar een vrije dag. 1 juli, hopelijk volgend jaar in Nederland, een nationale feestdag. Wij kijken uit naar een monument, een slavernijmonument. Niet alleen voor de Surinaamse, de tot slaafgemaakte, de nazaten, maar ook voor de Oost. Dus dat is ons droom. En het monument moet niet alleen zijn voor ons, die tot slaaf gemaakt zijn, maar ook voor de Nederlanders om na te denken, om bewustwording en dat we gezellig op een bankje gesprekken kunnen voeren over het leven. Dank jullie wel.